Super mooi, hè? Amai. Ja, ik weet het zeker. De song is daar geschreven, volgens mij. Ja. Ja. Zeg, en dan komen we bij een stuk uit Lies, Leen van der Roos. Daar gaat het mij, vrees ik. Gaat het wenen? Ja, een beetje. Het volgende stuk is van de grote Richard Strauss. En het komt uit een cyclus die hij helemaal op het einde van zijn leven heeft geschreven. Klopt, ja, hè? Dus, het komt, Anneke, dat weet jij beter, denk ik. Hè? Uit welke cyclus het exact komt? Nummer 27. Oh. Ja, nummer... Ja. Nummer 27. Ja. 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 Nummer 27. Maar 27 als helemaal op het einde van zijn leven heeft hij nog eens een laatste... Mm-hmm. A last piece of beauty op de aarde. Dat waren de vier laatste liederen. Ja. Die heeft hem helemaal op het einde als testament eigenlijk geschreven. Ja. Hè? Daar hoort dit niet toe. Hè? Ah ja, dat is een andere maar morgen, dat is toch laat, een laat werk als ik niet vergis? Of... Ik dacht dat, oké. Okay. Nee, ik denk eigenlijk dat dat nog alleen vroeger zit. Ja. Okay. Ja. Ja. Het laatste was de vier laatste lieder. Ja. Dat was juist. Echt het einde. Ja. Ja. Maar dus morgen van Richard Strauss. Ja, supermooi, hè? Ja. Een mooie boodschap ook, een mooi verhaal. En het is zo klein en het is zo... Wat het er net nog over, hoe mooi dat al zijn. Dat hoeft niet lang te duren, maar je kan op 2, 3, 4 minuten een hele wereld doen opengaan. Ja. En dan ga je gewoon daarna helemaal kapot. Ja. Kapot zijn. Okay. Als ik kapot ben, moeten mensen het wel een beetje maken. Hè? Ja, het is dat. Maar het is eigenlijk een mooi afscheid. Hè. Het gaat over iemand die... we zullen u helpen. Oké, there we go.